Heerlijk liedje, jongens. Welkom bij Vrachtwagenchauffeur aflevering 9. En we gaan weer heerlijk de weg op, zoals we natuurlijk elke aflevering doen. Het is niet veel anders, maar het is gewoon wel hartstikke leuk. Want ik hoop dat we op nieuwe omgevingen komen. Er is een uitbreidingspakket, dat weet ik. Going East heet dat. En naar Noordoost, dan ga je denk ik richting Rusland misschien. Ik zag wel een aantal Russische namen voorbij komen in de trailer, dus ik denk het wel. Maar die gaan we later aanschaffen. We gaan ons eerst bezighouden met de snelle vrachten, want we gaan namelijk sparen voor die... Jongens, ik zie wat prachtigs. Ik zie hele mooie aanbiedingen. En ik heb het gevoel dat wij nieuwe omgevingen gaan zoeken. En als je ook de prijzen ziet, jongens, die we hebben, dan zit het wel heerlijk. Oh jongens, we gaan naar Tsjechië. Ja, dat gaan we doen. 8.400 euro kunnen we hiermee verdienen. En dat komt omdat we level omhoog gaan, kunnen wij onze specials neerzetten op, ja, op hetgene wat we moeten doen. Namelijk de lange vrachten. Het is weer donker, jongens. Jongens, na het intro. We hebben nog niet eens een intro gedaan. Tot zo! Oké, people, let's go to work. Ja, en vanaf het perron starten wij de vrachtwagen. En het regent gelukkig niet, maar het is weer donker, helaas. Nou, we gaan sowieso de nacht weer doorkomen. En oh, dit is een heel eng scherp bochtje. Die ik gewoon in één keer heb gehaald. En dit komt ons bekend voor, want in de vorige aflevering hebben we dit ook namelijk gedaan op deze manier. En we gaan weer, naar een nieuw land. Dat zagen jullie net, we gaan naar Tsjechië. En Tsjechië is denk ik een land met heel veel industrie, heb ik het gevoel. Ja, ik heb het gevoel dat, of juist heel veel... Nou, volgens mij zitten er niet heel veel natuuromgevingen in Tsjechië. Nee. Dus we gaan vertrekken vanaf München. En München... Nee, we vertrekken niet vanaf München. We vertrekken vanaf een ander plaatje. Ik weet even niet hoe dat heet. Is dat ergens aangegeven, jongens? Nee. Ik ben het even vergeten. Het is weer donker. Laat ik mijn hoofd erbij houden. Mijn kop erbij houden, jongens. Want dan kunnen wij deze vracht weer zonder problemen doorgeven aan het Tsjechische volk. En ik heb nog niet eens gekeken wat we vervoeren. Moment, ik ga toch even kijken, want ik wil geen problemen maken. Dus we kijken wel even op de snelweg. Nou, het is nog even geen snelweg. En ik ben heel benieuwd wat we gaan vervoeren. We krijgen weer die vervelende berggebiedjes. En het is 12 uur 's avonds, 's nachts. Oké, het is weer een levering 's nachts. En ik heb het gevoel dat... heel vaak leveringen komen. Mannheim. We zaten in Mannheim. Mijn licht staat uit. Mijn licht. Och. Bijna politie. Nou ja, er stond al de hele tijd geen licht aan, zeg maar. Stom weer. Heel stom dit. Ja, jongens, ik kan er niks aan doen dat het weer donker is. Ik had het liefste gewild dat het niet donker was. Maar ja, ik mag dat niet bepalen. Die snelle vrachten, die bepalen hun. Ik kan wel een keuze maken, maar ik heb niet echt op de tijd gelet. Sorry. Ja, we kunnen niet 8 uur gaan wachten tot het eindelijk licht wordt. Ik denk wel, misschien maken we het licht wel mee. En hier gaan we een bochtje maken naar links. En ik weet niet waarom ik remde. Veiligheid misschien. Oh, en dit is een mooi bochtje. Dat was zeker een mooi bochtje. Pats. Bam. Oké, dit is wel een rechte weg. We kunnen snel gaan kijken. Wat? Ah, jongens, serieus, aardappelen. We gaan van de tomaten naar de aardappelen. En we gaan naar Praha. Praha! Bestemmings Praha. En we worden verwacht vanaf woensdag 7:30 's avonds tot donderdag 14:50. Dat betekent dus dat wij een hele dag aan het rijden zijn eigenlijk. Want het is nu 12 uur 's nachts. Nou, ons inkomen is 8.400. Nou, dat is echt ontzettend veel. Want reken dat maar eens bij die 26.000. Dan zit je al ruim op de 34.000... even uitrekenen. 34.255 euro. Nou, dat is even netjes. En de resterende tijd is 21 uur. En we kunnen ons rustmoment nemen over 10 uur en 22 minuten. Nou, jullie weten dat dat niet in werkelijkheid is. Dat ik 21 uur achter dit spel ga zitten. Dat lijkt me ook logisch. Oh, waar moeten we heen? Nou, rechtdoor. Zo. Soms had ik dat wel eens, weet je nog. Dan zaten we even rustig te lezen van wat we moesten doen. En dan komt op een gegeven moment zo'n bocht. Nou, en als je die mist, dat wil je niet als vrachtwagenchauffeur. Je wilt geen bocht missen. Want als jij een bocht mist, dan moet je je hele vrachtwagen kantelen. Of je moet net zo lang doorrijden totdat je kan keren. En geloof me, op een snelweg gaat dat niet zo makkelijk. En wat ik nou ook zie is een telefoontje links. Dat is me echt nog nooit opgevallen. Wat me wel opgevallen is, is die stomme zondagsrijders. Je mag hier 50 en ik ga 90. Nice, Vince. Maar ja, ik bedoel, ik moet hier een soort van heuvel op. En ik weet uit ervaring dat als ik die heuvel opga met 40, dat ik gewoon ik kom er dan gewoon niet. Maar oké, ik ga me aan de regels houden. Want dat geld hebben we nodig. Jongens, zie ik dit nou goed in mijn achteruitkijkspiegel? Zie ik dit nou goed? Ik ga zo kijken, jongens, want dit is echt heel creepy. Moment. Damn! Damn! Dat is echt extreem lang. Wauw. Gaaf. Ik vind het vet dat ik de eer krijg om 18 aardappelen weer te gaan sjouwen. Het waren toch 18 aardappelen of zo? Even kijken. 23 turbo aardappelen. Nee, wat zijn dat thee? Trossen weer. Trossen aardappelen. We leveren trossen. Nee, tassen. Want ze komen niet in trossen aardappelen. Nou, dan hebben we 23 trossen aardappelen. Nou, dat is weer zo'n anders. En jongens, we spreken van geluk. Ik hou nog even mijn licht aan voor de zekerheid. Want kijk eens naar buiten. Ik denk dat daar de vogeltjes weer komen. De bloemen weer gaan bloeien. Nou, dat doen ze sowieso al. Maar hè, we zien weer omgeving. Prachtig. Stijnbroek. Dat is daar links. Nou, daar hoeven we niet naartoe. En 50 km/u. Ik reed een paaltje aan, jongens. Zag je het? Nee, dat hebben jullie niet gezien, hè? Ik zag het heel stiekem vanuit me. Oh, mijn facecam zit ervoor. Mooi zo. Ik heb niks omver gereden, jongens. Oh shit. Ik merk dat mijn vrachtwagen het niet leuk vindt als ik heel hard door de bocht ga. Ik merk het gewoon aan de beweging. Want ik heb natuurlijk twee ladingen bij me. Oh jee. Geert. Ja, schat. Moesten we hier nou rechtdoor? Ja, Geert, je kan niet anders. Oh, oké. Maar hoe vind jij die omgeving hier dan? Ja, ik vind het mooi. Je mag best nog wel een stuk langzamer rijden, hoor. Ja, maar dus kijk dus even achter in je achteruitkijkspiegel. Dus dit is mooi en vrouwwagen achter ons. Daar ben ik niet blij mee. Nee, oké, schat, rijd nu maar door. Nee, pas! Had me eerder gezien dan. Schat, volgens mij is dit niet Frankrijk. Nee. Heb jij wel geluisterd naar de TomTom, schat? Oh. Oh, daarvoor is dat ding. Ja. Oké, ik heb er geen woord meer voor over. Ga gewoon door, die vrachtwagen zit nog steeds achter je. Vrachtwagen gaat je inhalen, jochie. Vrachtwagen gaat je inhalen, jochie. Ja, en nu niet. Godverdorie. Potverdorie. Shit! Fuck! Oké, rustig blijven. Geen paniek. Schade aan onze vrachtwagen. Wel €400 boete, maar dat maakt me geen fuck uit. Dat betaalt mijn baas. Alhoewel, ik denk dat daar wel XP-punten van afgaan van die boetes. Alhoewel, nee. We gaan niet zo denken. We rijden in ieder geval in een nieuwe omgeving. Prachtig. Ik ben gelijk weer helemaal vrij. We mag hier 100. Dus we kunnen lekker het gaspedaal ingedrukt houden. En we kunnen heerlijk genieten van deze omgeving. Jongens, dit is prachtig. Kijk, die zonlicht. Die straalt. Deze game is ontzettend mooi ook. Voor een vrachtwagenchauffeur. Volgend jaar, als de nieuwe Euro Truck Simulator komt. Dan zeker weten ga ik hem weer spelen. Maar dan zeker weten, die graphics die blijven omhoog knallen gewoon. Ik zat er ook om te denken om deel 1 een keer te proberen. Want dat lijkt me ook heel vet. Maar ja, dat zal dan veel minder zijn dan dit natuurlijk. Dat is gewoon logisch. Kessel en Innsbruck. Kessel en Innsbruck gaan wij naartoe. Vanuit Duitsland zijn wij nog niet moe. En net een aanrijding €400 betaald. Maar het is diegene, Vincent, die faalt. Innsbruck. Ahoy, mijn vrienden. We gaan dan lekker naar Kroonsbroek. Want wij hebben namelijk een grote aardappelenlading bij ons. En omdat wij een beetje vaart moeten maken. We moeten een beetje vaart maken. Want we kunnen niet altijd op die vrachtwagens rekenen. Nee, we kunnen niet altijd op die vrachtwagens rekenen. We hebben nog veel meer te doen. We hebben ook nog een gezin om te onderhouden. Ja, wat denk je wat aan die geld naartoe gaat? Nou meneer, ik heb geen gezin. Ik heb namelijk mijn geld gaan naar een nieuwe vrachtwagen. Daar ben ik voor aan het sparen. Oh ja, zo ja, een nieuwe vrachtwagen. Jij krijgt van mij een mooie lening. Meneer, ik hoef geen lening, want die moet je terugbetalen. En daar ben ik niet op gezind. Nou ja, dan kan je altijd bij mij komen. Bellen mij met een illegaal nummer. Ik ga niemand bellen. En ik merk dat trouwens, de weg heeft een andere kleur. Hè? Dit is ander asfalt dan wij gewend zijn, heb ik het gevoel. Ja, dit is de Duitse asfalt. Dat betekent dat je sneller kan rijden met deze asfalt onder je handen. Nou, dat bestaat niet, meneer. Asfalt wat beter gaat, dat je beter gaat rijden, dat bestaat niet. Dat is natuurlijk bullshit. Nou, kijk nou die auto's dan. Ja, maar je mag hier 300 km/u. Ja, nou, er niks mee te maken. 300 km/u. Ha! Dat mag iedereen in Duitsland. Gewoon lekker hard. Waar denk je waar al die bekoringen vandaan komen? En al die aanrijdingen. Allemaal van die Duitsland. Straatraces, alle illegaal. Nou ja, ik doe niet aan straatraces, meneer. Want mijn vrachtwagen gaat niet harder dan 90 km/u. Alhoewel, gaat hij harder dan 90? Ik denk als we van een daling afgaan wel. Zie je? 89. Ik heb het gas volop ingedrukt. Prachtig stuurtje, jongens. Ik ben tevreden met het stuurtje. Ik vind het leuk om te sturen. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, hoeveel geld heb je dan op de bank? Meneer, daar gaat u niks aan. Ja, maar u bent toch aan het sparen? Misschien ik kan een beetje betekenen voor jou. Ja, ik ben €25.850. En je gaat nog geen trok kopen? Meneer, weet u hoe duur die zijn? Echt waar, ik heb gekeken, jongens, in de winkel. 102, zeker wel 200.000, hè. Dat moet ik gewoon dit bedrag keer 8, hè. Dus kan je nagaan, dan zijn we, stel je voor, we zitten nu aflevering 9 of zo. Dan zijn we 9 keer 8, dan moeten we aflevering 72. Kunnen wij pas de vrachtwagen kopen? Nee, we moeten even een andere oplossing. Ik denk, ja, sowieso moet ik wel een lening afsluiten. Zij ja, lening? Ja, ik moet dat een keer doen. Ik weet het, ik kan de kijkers niet de hele tijd... Ja, ik kan niet de hele tijd zeggen van dit gaan we doen, want dit schiet niet op. En ik ga sowieso geen lening kopen bij een Duits bedrijf. Waarom niet? Wij zijn te vertrouwen. Wij zijn één op beste leningspersonen van de hele Europa. Ja, nou ja, ik heb liever iets in Nederland, iets dichter in de buurt. Ik praat jullie taal sowieso niet, ik kan sowieso geen Duits. En dit ziet er mooi uit. Ik vind het prachtig, jongens. We zitten op een snelweg. En we gaan richting Nürnberg. En we moeten richting, even kijken op de kaart. Als je iets ontdekken moet, Praha. Praha. Oké, en hier gaan we naar voren, heb ik het gevoel. Ja, we blijven gewoon... Oh, we gaan daar de afslag nemen. Volgens mij is dat Ausfahrt helemaal geen plaats. Volgens mij heet dat Ausfahrt dat je eruit kan gaan. Oké, hier mogen we 40, dus ik neem een klein beetje speed af. Maar omdat we natuurlijk de berg op gaan, nemen we al speed af. Oké, dit gaat mooi, dit gaat mooi. Mooi bochtje. Mooi bochtenwerk, Vincent! Ja, zo gaat hij lekker. Zo gaat hij goed. Vincent weet hoe hij rijden moet. En prachtige omgeving weer, jongens. De zon. Ik vind het veel leuk om overdag te rijden. Daarom snap ik die klok niet. Net stond hij op... hij staat nu op 12:22. Ik heb het gevoel dat dat niet helemaal klopt, die tijd. Nou ja, het zal wel. We zitten sowieso op de snelweg. En hebben we nog een overzicht van een kaartje. Even kijken. Ja. Je ziet hoe ver we nog moeten. We moeten door heel Nürnberg. Daar gaan we omheen. Dus we rijden eigenlijk een soort van om, zoals je ziet. En dan... ja, dan gaat het helemaal goed komen. Dan komen we bij Tsjechië. Want we gaan richting Tsjechië. En ik denk... ik weet ook niet waar die grens zit, jongens. Moet die naar links. Zo. En wanneer hebben wij een pauze? Even kijken. 6 uur. Nou, dat doen we gewoon. Of zijn we er over 6 uur? Ik weet het allemaal niet meer, jongens. Zo. Even lekker achteruit. Ik zit heerlijk op mijn stoel achteruit. Dat meen ik er serieus. Heerlijk gaspedaaltje met mijn voeten. Lekker relaxed mijn gas en mijn pootje erop. Ik heb geen drinken helaas. Er is ook heel weinig verkeer, merk ik. Dat ging echt maar net goed. Wauw. Ik spreek weer van geluk. Oh, die mini. Oké, ik botste die mini. Dus dat kan een boete zijn, denk ik. En of de politie zegt van, nou, Vincent, jij bent hier voor het eerst aan het rijden. We zien het even door het oog. De bestuurder leeft nog net. Dus we hoeven die boete niet af te schrijven. Oh, gelukkig. Ik ben zo blij met dit hartje politie. Zo. En we zitten op de baan. En dit is ook een omgeving waar we nog niet zijn geweest. En ik zie een tunneltje. Een leuke tunnel. We gaan onder de berg door, jongens. Daaronder al die berg, daaronder al die berg. Rijd vrachtwagenchauffeur Vincent. Dat is veel te lang, veel te lang. Daaronder om die berg. Rijd Vincent chauffeur. Rijd Vincent chauffeur. Het is niet dat ik hem mag. Het is niet dat ik hem mag. Maar ook niet goedkeur. Maar ook niet goedkeur. En van je hela. Waar is die hoorn? Waar is die hoorn? Ha. Hela hela ho la la. Oké. Ja, ik vind het jammer dat er geen knop op dit stuur zit in het midden. Ik denk omdat het een racestuur is. En zo'n racewagen, zo'n Formule 1 wagen of iets, die hebben meestal geen toeter nodig, weet je. Want er is ook geen verkeer tegen vaak. Mooi zonnetje hoor. Ik doe even van achter zich, jongens. Achter zich. Dat was even grappig, toch? 93 km per uur. Dat betekent omdat we natuurlijk een kleine daling hadden net. En dat gaat nu weer naar 89, zie je. Dus deze vrachtwagen gaat niet harder dan 90 km per uur. Oké, nou het is goed dat we het weten, toch? Altijd makkelijk. Die zie ik ook verdacht vaak. Hè? Die auto's op die vrachtwagen, die zie je echt verdacht vaak, hoor. Nou, we gaan hier naar rechts. Ik ga hem even achter hem rijden. Zal ik hem inhalen? Ik denk dat ik hem zelfs kan inhalen. Ja, dat moet gaan lukken. Dan moet ik net even op het laatst naar rechts. Ja, kijk. 40 mag hier. Sorry, we gaan 90. Ik neem al een beetje... ik doorrem even. Ja, ik moet wel netjes houden aan de dingen, jongens. Ik kan niet de hele tijd van... nou, dan moet hij weer zachter gaan rijden. Ja, ik moet wel. Ik moet wel. Oké. Dit is echt een heel groot spel... besef ik nu pas eigenlijk. Ja, ik besefte het wel eerder, maar als je ziet hoe ver je kan rijden eigenlijk in het spel, dan is dat echt ongelooflijk ver. Van Engeland naar Frankrijk, van Spanje naar, hè, misschien wel Italië, ik weet het niet. Misschien, hè, Zwitserland, Rusland natuurlijk met die East DLC. Noem maar op, Tsjechië nu, Duitsland natuurlijk, zei ik al, Nederland, België natuurlijk. Het is verschrikkelijk gaaf. En nu naar Tsjechië. Ik ben benieuwd wat voor cultuur daarop staat te wachten. En ik zie daar wat in het rood staan op het bord. XXX. Een afgesloten weg, denk ik. Dan kan je ook voor mij niks doen daar. Is dat nog een... Oh, daar kan je wel rijden. Daar rijden wel auto's. Oké. Nou mensen, we gaan afsluiten. In de volgende video zien jullie het vervolg. Of wij in Tsjechië aankomen. Nou, zo te zien wel. Je mag hier 110 zelfs. 110 kilometer. Nou, dat betekent dat we moeten uitkijken op de weg. Maar het is lekker rustig. We gaan nu over een brug heen. Ik zou zeggen, blijf zeker kijken. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei doei!